Mijn beste vrienden, Paramaribo groet u met een big brasa, straight from the heart en puur natuur. Divi rustig, waar u zich ook mag bevinden. Wees rustig, blijf denken en neem de tekens van de tijd serieus. Ja, het gebeurt om u heen. Het gebeurt bij u in de buurt, waar u zich ook mag bevinden. Denk eraan, die wereld is rond. En wat je hier ziet, zie je op een andere plek ook. En bedenk ook dat het allemaal anders is geweest en dat alles verandert. Elke dag. Sommige mensen zien dat niet. Sommige mensen willen het niet zien. Maar het verandert. Het klimaat verandert. En daarmee verandert u ook. Wij allemaal. Kijk nou naar het krakkemikkige Suriname, waar driekwart van de mensen kreupel is. Iedereen gilt om hulp, terwijl de helpende hand aan het einde van je arm zit. Kijk, dit is je arm en dit is die helpende hand. En dit is de machine die die helpende hand stuurt. En daarboven zijn de sterren die ook in jou zitten. Jij kan ervoor zorgen dat je sterren gaan glinsteren, zodat ze met de glinstering van al die andere sterren één groot licht maken. En dat is iets anders als het licht dat beloofd wordt door president Chandrika Prasad Santokhi, want die man weet niet wat licht is. Hij noemt het licht wanneer hij dat ding op zich ziet aankomen. Eigenlijk wil hij dan dokken, maar omdat je niet kan dokken, dan zeg je, er is licht, er is licht. Er is geen bal, zolang de mensen in Suriname, die 75% waar ik het over heb, zolang die niet uit armoede zijn, is er niks om te vieren. Dan zie je geen licht. Waar is het licht? Tot nu toe heeft president niet kunnen vertellen waar die tunnel is waar hij het licht ziet. Zij heeft dat de manier van Total hier is gekomen, multibiljonair, een geweldig bedrijf, oliebedrijf, wat olie gaat pompen uit Suriname, uit de rivier, uit de zee, alles kunnen ze. Deze mensen kunnen echt alles. Daarom zeg ik het. Ze kunnen echt alles. Maar tegelijkertijd zijn het eigenlijk de normale, notoire boeven. Die wachten totdat het land compleet kreupel is om een deal te sluiten. En dat is het probleem. Ik zou zeggen, laat die olie waar die is. Geen vinger aan die olie. Totdat je hebt kunnen bewijzen wat je met die olie gaat doen. Met die poen, met dat geld, met die doekoe. Wat ga je ermee doen? Hoe gaat dat ding lopen in Suriname? Je hebt geen plan. Kijk, je hebt geen plan. Dat wil zeggen, je bent een ezel. Je hebt geen plan. Men vertelt over geld wat er komt en hoe je het gaat doen. Je hebt geen plan. Er wordt alleen maar gezegd dat die armoede over is. Dat zeiden ze ook tegen de mensen in Nigeria. Dat zeiden ze ook tegen die mensen in Venezuela. You ain't got a plan. You got nothing. Die olie kan daar zijn. En voor mij, eerlijk, lieve mensen, voor mij mag die olie daar blijven. Want olie brengt ellende. Olie brengt gigantische, belangrijke miljonair,
die gewoon boeven zijn. Omdat je niet kan onderhandelen. Dus je hebt geen echt onderhandelingspanel om aan de slag te gaan met de mensen. Maar kijk hoeveel voorbeelden er al zijn in de wereld. En zijn voorbeelden, je staat niet alleen. Je kan hele kundige mensen inkopen om die deals te maken. Maar je doet dat niet. Je wil zelf gaan zitten voor de eer van de kloten. Om te zeggen later, jij hebt niks. Jij hebt het land van droge grond in de tokotoko gebracht. En van de tokotoko in de patja-patja. En u weet wat patja-patja betekent. Ik ga het niet herhalen voor u. Hoef ik niet te herhalen. Dat is patja-patja. Dat betekent het. Nou, aan de, hoe heet die man? Patrick Poujan, no? Zo moet hij heten, dacht ik. Maar luister nou. Wanneer je hem ziet komen, moet je denken aan wat mijn... Ja, maar hoe tand af die beleer niet. Vertrouw de Grieken niet. Ook al komen ze met cadeautjes, vertrouw de Grieken niet. Achter dit ding zit een enorme valsheid. Final investment decision. Dat was taki. Uiteindelijk de beslissing over hoeveel geld totaal gaat pompen in die olietoestand. Daar in het westen van ons. Die olie. Beste vrienden. Volgens mij zijn ze al 4 keer geweest. En ik zeg het maar hoor, want wat mij betreft mogen het ook 5 keer zijn. Het is niet gekund. De man zo roem aan final investment decision. En het is nu verschoven naar 24. Dus het jaar 2024, een jaar voordat de verkiezingen komen. En let op wat ik zeg, het wordt niet begin 24. Nee, het wordt na het half jaar. Beste vrienden, het is belangrijk voor die multinational totaal om in gesprek te gaan met Suriname wanneer we helemaal in de strand zijn. Beste vrienden, het is niet normaal. We worden bij het leven voor de gek gehouden. En als we niet bij het leven voor de gek gehouden worden, dan zal er iets heel geweldigs gebeuren in Suriname. Maar ik moet u zeggen, ik zie het niet gebeuren. Zeker niet wanneer men olie, oil, oil en gas benoemt. Want die ene doedelzak van Total, die heeft al gezegd van, dat gas dat is helemaal niks waard. Dat gaan we terugpompen. Dus daar hoef je geen rekening mee te houden. Dus wat begrijpt u er nog iets van als gewone, eenvoudige man van de straat? Eigenlijk iemand die zit en die ontwikkeling hard nodig heeft. Ik waarschuw al die tijd, ontwikkeling is ook afhankelijk van jezelf. Wat doe je? Waartoe ben je in staat? Ben je bereid om die helpende hand te gebruiken? Want wat we zullen zijn is wat we van onszelf hebben gemaakt. En wat hebben we ondertussen van onszelf gemaakt? Kouka, wat hebben we van onszelf gemaakt? Een regering die op de ene poot en aan de andere poot dondert. Een president die ons stuurt naar het licht in een tunnel die hij alleen kent of hij alleen gezien heeft. Want wij zien geen ene reet. We zien alleen maar woorden, woorden en woorden. En die woorden zijn de basis voor een bedrog wat uitkomt. Elke keer weer. Elke keer weer. Beste vrienden, we zijn levenslang tot nu toe voor gek gehouden. En het houdt niet op. Want niemand is in staat om te doen wat eigenlijk zou moeten gebeuren. En we hebben een gebrek aan leiderschap. Leiderschap. Beste vrienden. Als de verkiezingen komen, dan is hier een gigantische opdracht. Want ten eerste zal bepaald worden
Wie? Met wie? En nog een keer met wie? Wie gaat het doen? Beste vrienden. Paramaribo Kurtu, de vierste gera.